We bevinden ons terug op het Van der Lindeplein voor proefrit nummer 2. Ja, eigenlijk is het niet nummer 2, het is ongeveer zeker al nummer 20. Maar zwart. Wat is er veranderd? We hebben een andere GPS. Dit is eigenlijk een U-Blox M8N, wat moderner. Update 10 Hz. En die zou beter moeten zijn. Dan hebben we ondertussen ook trackpoints in de sturing gezet. Om te beginnen eenvoudig. We gaan dus een vierkant proberen te rijden met zijde van 15 meter. Dus ik pak één hoekpunt, wordt de referentie als ik op de blauwe knop druk. En dan de andere hoekpunten worden dan berekend en daar moet hij naartoe rijden. Als hij binnen een straal van 2 meter van een referentiepunt is, dan mag hij overschakelen naar het volgende referentiepunt. Zoals voorheen zei ik ook, richting wordt bepaald door de robot, maar snelheid wordt bepaald door mezelf. Let's try it out.